Frisse wind. Dat wil zeggen dat we de ingang van een bunker gevonden hebben. En of we al dat niet binnen geraken, dat gaan jullie in de volgende film moeten zien, jongens. Want deze is gedaan. We zien jullie terug op een volgende film, maar wel op dezelfde locatie. Tot de volgende. Ciao. God nee. Door zien, hoe kan dat?
Ik kan er niet op antwoorden. Wacht, ik zal eens wat deftig licht geven. Zo jongens, we zijn hier binnengeraakt door deze ventilatieschacht. Maar het is hier niet zo veilig hoor. Je moet van hier naar daar zien te geraken. Zonder hier eraf te vallen. Ik ben nog eens naar boven gekomen, ik ben teruggekomen. Oké, en dan is er deze situatie. Nu, deze rooster is vrij safe om op te staan. Dan zijn we hier achter de hoek. Dit is echt gevaarlijk. Zou we niet beter een bericht sturen waar dat we zitten? Ik zet dat even hier, dat is dan een wand. Oké. Belangrijk als je zo met twee onder de grond gaat, ik ga nu een bericht sturen naar mijn vriendin waar exact dat we binnen gaan onder de grond. En als ze ons binnen 5 uur niet teruggehoord heeft, dan mag ze de brandweer bellen. Zo beste kijkers, het bericht is verstuurd. Nu nog hier over deze constructie. Door deze dikke deur. En dan komen we binnen in de ouvrage. Wel kleurrijk. Mollen zijn hier gezien, joh. Een wasbak hier. Is er nog een deur? De kabels zijn hier allemaal afgesneden. Dit was wel een redelijk professionele bunker. Maar naar waar is het? Dit lijkt mij een koepel. Oh ja. Daar is het platform van de koepel. Dat zijn toch nog niet zo oude buren? Dat is toch niet van één keer in de wier te gaan zoeken? Dat kan toch niet? Waarschijnlijk is hij in de Koude Oorlog opnieuw gebruikt, zoals veel van die bunkers. Maar hier is toch wel een brandje geweest. Kijk, de micro. Dat maakt. Oké, let's find the stairs. Kijk, jongen, wat gigantische dikke deuren. En die hebben allemaal stroomvoorziening. En inderdaad hoor. Wat staat erop? Dat is een decontaminatiecel. Porte decontamination stond erop. Wat wil dat zijn? Ik heb gelezen op internet dat er een ruimte was waar ze de mensen konden ontsmetten voordat die binnenkwamen in de bunker.
Misschien is dat deze ruimte wel. Oh, check dit. Er is iemand geprobeerd van binnen te geraken. Kijk maar dit. Een soort loketje. Met gewapend glas. Hier zie ik al een lift. Wow, check dit. Een controlekamer. Wow. Dit is cool. Een soort controlekamer van de bunker. Met de micro. Aandacht, aandacht. Dreigende aanval. Iedereen in gevechtsposities. Kijk, en hier is dat loketje. Oh, kijk. TV-schermpjes en al. Lijkt wel een soort gevangenisopzichter die hier gezeten heeft. Wat staat erop, dat bordje? Ik weet het niet, ik kan niet vallen. Er staat iets groot en iets klein door elkaar op. Alarm, generaal. Dit is cool, dit is echt cool. Oké, maar we gaan verder. Ik heb hier al een lift gezien, dus ik denk dat de trap hier vlakbij moet zijn. Oh. Toiletten. De liftkoker. Het is best scary omdat we hier door een piepklein gaatje naar binnen gekropen zijn. En om dan in zo'n enorme constructie terecht te komen. Let goed op voor dat je voeten zet, Kirst. Dat is die blok met de afzuigingen die je zag op dat planneke. Maar dat is een nieuwe installatie, jongen.
Ik denk niet dat hier zoveel bezoekers komen. Enerzijds omdat we tenslotte al op militair domein zijn. En anderzijds omdat er maar zo'n klein gaatje was om binnen te komen. En dat was toch best gevaarlijk. Geoefend worden? Nee. Denkt u? Ze hebben de lift nog niet tegengekomen. Oh, is dat de lift? Dan zijn we toegekomen aan de benedenverdieping. Dan is dit over het algemeen wel een vrij veilige bunker om naar beneden te gaan in vergelijking met andere bunkers. Dilo. Right. Welkom in de bunker, jongens. Oh, kijk, hier hebben ze wel zware elektrische installaties. Dat zijn al Chinese schakelaars. Maar inderdaad, koperdieven hebben de weg naar hier al gevonden. Dat zijn enorme aardlekschakelaars. Dat was om verliesstroom naar de grond, dan schakelde die uit. Sectioneur de terre. Maar we moeten zien wat een enorme contacten dan hier is. Dat ging hier over heel wat stroom. Oh, kijk, allemaal oude batterijen hier. Dit is best wel weer indrukwekkend. Zeker, dat zal de lange gang zijn. Hier liggen treinsporen in de grond en op een plannetje hebben we gezien dat hier verschillende stationnetjes waren. Maar moet je kijken, wat een zwart gat, joh. Dit zal leiden naar de munitieingang, denk ik. Check die enorme motoren hier. Ojo. Daar nog. Dat zijn 12-cylinder motoren.
Hier mijn turbocharger erop. Dit doet me heel, heel erg op de motor van Master Milo's en Tank denken. Dat zal toch ook iets van dit formaat zijn. Voor degene die niet weten waarover dat ik het heb. Zoek maar eens op YouTube. Master Milo. Die crazy gast die zijn tank aan het bouwen. Kijk, en alweer is die om... hoe moet ik het zeggen? De omkisting, het lichaam van de alternator zelf is hier gewoon in stukken kapotgeslagen, hè. Ja, kijk, maar hoe doe je dat kapot? Dan heb je toch iets nodig om op te slagen. Ah, ja, jammer, hè. Al die vandalen en dieven, maar ja. Daar kunnen we niet langer bij stil blijven staan, want het gebeurt toch. Het is hier levensgevaarlijk om te wandelen. Goh, maar hier staan zo nog twee enorme motoren. Ja, ja, hier gaan enorme mazoettanken ergens vlakbij zitten. Daar ze, daar redden de mazoettank waarschijnlijk. Een enorme tank. Oh, maar het pakt hier echt op. Het pakt hier op de nasem. Dit is eigenlijk nog vetter om te zien, want dit is vol met, heel die bunker zit vol met nieuwe apparatuur. Kijk. Kastje komt niet uit 1945, hoor. Ja, die gaat in gebruik genomen zijn tijdens de Koude Oorlog. Ondertussen weer toegekomen in de centrale gang. Hier liggen restanten van bedden. En wat een lange gang. Er ligt hier een pak rommel. Een beetje opletten dan. Hè? Zal dit dan naar de munitie-ingang leiden? De munitie-ingang moet toch een enorme lift zijn. Oh. En cas de mise sur les klaxons, évacuation immédiatement. Hier is al een heel deel van het buizenwerk aan het plafond naar beneden gekomen. Ja,
Misschien heeft het ergens anders gebrand en door het trekken in de bunker, want je voelt hier wel de lucht doorwaaien. En hier is een bepaald systeem met die pijlen op de muren. Blauw is naar daar en geel en rood is naar hier. En dan als je hier uitkomt, kunt je rood verder volgen naar daar. Oh, dit klinkt als een hele lange gang. Maar om dan zo'n brand te veroorzaken. Ik zou het anders niet weten, maar weer op weg. Rik het hier overal in brand. Maar hier is negger aan het worden, hè? Ja. Als je een kortsluiting geweest en dan een trikgeur. Ja, wat? Brand, ja, dus blijven daar lang krieken. Ja, dat weet ik niet. O ja, wat een gang. Is de lucht hier wel gezond om te ademen? Een treinkarretje vinden we hier niet, maar een winkelkarretje wel. Dat is bizar. Hoe in godsnaam is dat winkelkarretje hier geraakt? De rode pijlen gaan naar hier. Dat trekt hier enorm, jongen. Ook omdat je zwemt. Hallo. 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 Dat is very far. Dat is ver, ze maat. Dat trekt het hier. Wil dat proberen? Ah ja, zeker. Let's go. Ja, ik moet zeggen, ik krijg er toch een beetje schrik van. Veel aan het doen, jongen. Allemaal gepikt. Zie je het einde al? We zijn ergens en zie ik nu licht of is dat mijn verbeelding? Hier is een trap.
hier is een trap dan wel alweer goed afgesloten. Je gaat het nooit geloven, jongens, maar we zijn buiten gekomen. Die trap ging opnieuw naar het oppervlak. En we zijn daar buiten gekomen, maar ook hier is opnieuw een ingang. En als we dan gaan kijken op de plannen, blijkt dat dit een stuk is dat is bijgebouwd in de jaren 80. Dit waren twee extra ingangen. En ik zal direct uitleggen waarom dat er bijgebouwd is in de jaren 80. Op ons plannetje staat ook op dat hier normaal gezien een ijzermijn zou moeten liggen. Maar ik weet niet of we die wel verder moeten zoeken, want... Oké, de batterij was plat, even de batterij verwisseld. Ik was net aan het zeggen dat we dus niet verder gingen zoeken naar de ijzermijn. Maar het is toch wel vreemd dat je hier aan die bunker twee uitgangen zo vlak bij elkaar hebt. Wat is het nut daarvan? En ook hier de bordjes. Militair domein. Verboden toegang. Maar dat is een wet van 1958. Wow. Hey. Oh. Welkom terug in de kou. Wow, is dat een lift of wat? Ah nee, dat is een trap. Kennen we hier de deur? Die deur, daar moeten we deur normaal op aan. Hier tussen, ja. Huh. We gaan proberen. Het ziet er wel smal uit, hè? Ja. Maar, Nee, hier is niks. Een opslagruimte. Ik zal de rugzakjes uit doen. En we gaan terug in de bunker. Ondertussen heb ik wat opzoekingswerk kunnen doen, nu dat ik terug even internet had. Oh, hier hebben de koperdieven een speciale manier geprobeerd om de isolatie van de kabels te halen. Dat zou kunnen, ja. Hola. A piece of the plafond is naar beneden gekomen hier. Oh ja, deze trap is echt wel in veel slechtere staat als een dienen die we net naar boven genomen hebben, hoor. Zoals ik dus al zei, heb ik wat opzoekingswerk kunnen doen, want we zijn hier toch wel een beetje verschoten van de opmerkelijke staat van alles binnen. Uiteraard is deze bunker gebruikt tijdens de oorlog. Hij is gebouwd in 1934. Maar na de oorlog is hier nog van alles gebeurd. Dus, hè. In 1954... is hier een deel van de bunker in gebruik genomen. Oh ja, hier ligt gewoon een bed. Ah, gelukkig, we zijn beneden.
Dus in 1954 is een deel van deze bunker in gebruik genomen door het Amerikaanse leger. Dat heeft zo ongeveer geduurd tot de periode begin 1960. In 1960 heeft Frankrijk namelijk de eerste maal een atoomproef uitgevoerd. Ojo, check dit. Bedden, 3 hoog. Wow, magnifiek. Met kapstokjes eraan en zo. Nog meer bedden. En dat is inderdaad een soort stoeltje of een nachttafeltje of zo. Ja. Oh ja, dit is cool, zo maat. Kijk, kei modern. Het brandextractieplan. Ja, en zoals dat je hier ziet. Nieuwe schakelaars, nieuwe elektriciteit. Dus zoals ik al zei, 1954 is het even in gebruik genomen door de Amerikanen. In 1960 is de eerste Franse atoomtest, geslaagde atoomtest, uitgevoerd in de Sahara-woestijn. En sindsdien verloor eigenlijk deze bunker en heel de Maginot-linie zijn waarde als verdedigingswerk. Toch voor de generale staf van het leger. Want die waren van het principe, Frankrijk is nu een atoommacht. Je moet niet met ons komen sollen, want ja, we smijten wel een atoombom op je dak. Oh, kijk. Deze zijn nog in een pak betere staat. Magnifiek. Ik ben blij dat we terug naar binnen gekomen zijn, want we waren aan het twijfelen om het al af te sluiten. Nog beddes. Nog beddes en vele mooiere. Nog bijna in perfecte staat. Dus de Maginot-linie verloor zijn waarde als verdedigingswerk. En dan in 1900, ik moet zien dat ik het juist zeg, hè. In 1960 is Frankrijk dan lid geworden van de NAVO, waarschijnlijk omdat ze een kernmacht geworden waren. En dan is dit een hoofdkwartier geweest van de NAVO. Die gingen moderniseringswerken uitvoeren. Maar dan uiteindelijk in 1967 heeft Frankrijk zich teruggetrokken uit de NAVO. En dan is het uiteindelijk tot 1982 geduurd. Voordat alles hier ondergronds gemoderniseerd is. En gemoderniseerd. Ik bedoel, we hebben wel al eens een bunker gezien. Maar ik denk niet dat je al een bunker gezien hebt met zo'n mooie douches. Mooie witte tegeltjes. Toilettes. Warm water. Dan uiteindelijk in 1982 is alles hier gemoderniseerd geweest. Oh, en we zijn hier weer in een paar hele lange gangen. En zo is deze bunker in gebruik gebleven tot 1999. Onvoorstelbaar. Ook hier weer kamers. 9 bedden. Deze zijn in nog betere staat.
Die lijken wel klaar om nog te gebruiken, deze. Hoewel dat er hier al iets beginnen groeien is. Aan die plank. Een schimmeltje. Allemaal kamertjes. Met 9 bedden. Check dit. En in 99 zijn ze gestopt hier met de bunker. Het regiment dat hier toen nog aanwezig was, heeft het pand verlaten. Het pand, ja, de bunker. En tot 2001 is het hier eigenlijk een beetje geconserveerd gebleven. Nadien heeft het hier dus verlaten, is het hier verlaten achtergebleven in 2001. En is het eigenlijk tot 2012 in relatief goede staat achtergebleven. En relatief goede staat, dan wil ik zeggen, dit was er allemaal nog niet, hè. Voilà, we zijn ondertussen die lange gang weer doorgegaan. Er is even een stuk van tussen. Alweer omdat de camera na 10 minuten automatisch stopt met opnemen en ik zo gefascineerd was door alles wat we hier vonden. Want kijk, als je hier even opzij gaat. Dan ben je hier deze prachtige zalen. Zalen met nieuwe verwarmingstoestellen. Hier nog meer zalen. Goede afzuiging. Geen idee wat dit waren. Eetplaatsen. Geen er van achter, brandt toch precies licht, hè? Zie je dat? Komt precies licht van ergens, hè? Het is hier pik, pik donker. En als we hier nog verder opzij gaan, vinden we hier afgebroken wastafels. Ik weet het niet of dat hier een EHBO-post was. Dat heb ik ook nog niet verteld, inderdaad. Wat is dit allemaal, jongen? Dit zijn gewoon spiksplinternieuwe bedden. Hier is nog niks van roest. Allemaal kamertjes. Wat ik dus nog niet gezegd had, dat was dat hier ongeveer 780 man in deze bunker zat. Waarvan dat er 28 officieren waren. Kamer. Nog een lege kamer. Zoveel kamers. Hè? Die bedjes vind ik echt, dat ga je niet meer tegenkomen in die staat. Silence. Silence, je moest hier stil zijn, jongens. Nog meer kamers. Kijk daar dan gewoon een spiksplinternieuwe radiator aan de muur. Veel meer bedden. Wow. Hier lagen ze met 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier lagen ze met 18 man op een kamer.
piscijnen. Vandaar dat allemaal die luidsprekers hier hangen. Dat was hier kei modern. Ja, en allemaal recente elektriciteitsvoorzieningen. Ja, hè. Dat is echt ongelooflijk dat dit hier gewoon achtergebleven is. Hetzelfde. We zullen eens terug naar die centrale gang gaan. Misschien zijn we daar iets aan te missen. Kijk, een kei modern bureau. Dat geeft hier toch niet een indruk dat je in een bunker zit. Sortie SS. Weer in de centrale gang. We komen hier op het einde van de centrale gang. Hier zijn de posten waar de mitrailleurs stonden. Uiteraard. Oh ja. Het stopt hier niet, jongen. Het stopt hier niet. Zullen ze dat zo gedaan hebben, of wat? Gewoon hier met een gasbrander allemaal die kabels in de fik steken. Zodanig dat die mantels eraf vallen. Ja, dat is niet meer moeilijk te scheuren met zwaar gewicht. Zie je daar, die fikken daar gewoon naar die kabels, jongen. Dus toch eigenlijk nergens in de... Nee, dat is waar. En dat is dus allemaal één groepje mensen die hier heel die bunker kapot gemaakt hebben. Voor hun eigen goed, voor hun eigen portemonnee te vullen. Oh, Kurt, dat is creepy, jongen. Die flappen hier. Je kunt hier blijven wandelen.
Ja, je kunt er blijven wandelen. Hè. Het zijn opnieuw kamertjes waarschijnlijk. We zullen gewoon een hoofdgang aflopen en zien waar dat die uitkomt. Hè. Bankna ontvollopen met water zachtjes. Dat is akelig, hè, man. Dat je hier nog iets hoort lopen of stromen van water. Treinkarretjes. Ja, sorry, ik moet ook een beetje kijken waar ik mijn voeten zet. Ik kan niet altijd naar de camera en naar mijn voeten tegelijk kijken. We moeten toch ver aan het einde zijn. Er komt inderdaad geen einde aan deze bunker. Dit is nog steeds de centrale gang. Wat een gigantisch complex. Wat is dat? Oh joh. Oh ja, Kurt. Je gaat van naar buiten te kruipen. Ja. Stoer. Hoog. Ah ja, waarom? Crazy. Crazy. Zo hoog dat je de bovenkant niet kunt zien. En die trap die loopt zo eerst een stuk aan de ene kant en dan een stuk aan de andere kant. Crazy, hè? Ik heb het wel gehad. Ik zou eigenlijk terug willen gaan, maar wie weet wat komen we nog tegen op deze gang. Er komt echt geen einde om die gang. Hallo.
Wat een lange gang. Bekeken houden of wat? Dit gaat een erg lange film worden, jongens. Ik zie het einde niet. Hè. Door is terug een muur door, ja. Maar... Het komt back zeker. Je kunt toch niet verder blijven gaan. Ja, je weet niet waar dat door is. Hè. Ja. Maar nog is het aan die muur. En als dat daar nog veel verder loopt, dan gaan we terug hoor jongens. Het spijt ons, ik denk dat er niemand baat heeft aan deze gang. Er staat hier ook steeds meer water in deze gang. Ik snap niet, we zitten zo diep onder de grond en toch ligt hier nog een soort riolering onder en het water loopt hier nog weg. Ja, hier staan een hele hoop van die filters. Die hebben we in onze vorige film ook gezien. Maar het loopt daar nog veel verder. We gaan het hierbij laten. Op de terugweg ga ik nog wat foto's nemen. Dus ik denk dat je ons zo dadelijk terugziet als we aan de uitgang van de bunker teruggekomen zijn. Oké, jongens, we zijn hier aan het einde van onze trip gekomen. We gaan hier terug proberen van buiten te geraken op een veilige manier. Zet dat wat verder of het hangt, dat je op die balk zo. Je ziet mannetjes, het is very dangerous hier. Hè? Het is gelukt makker. Wij gaan hier verder naar buiten klauteren. En we zien jullie in een volgende film, op een volgende locatie jongens. Tot de volgende. Ciao, ciao, Kirst. Ciao.